op de een of andere manier ben je zichtbaar. Hè? Het begint altijd met zichtbaarheid en herkenbaarheid voor de partij waar je zit. Ik ben 2 keer gevraagd. De eerste keer was voor in het kabinet Balkenende 1 voor de LPF. Toen waar de LPF ook in zit, niet voor de LPF, maar vanuit de VVD. En dat vond ik toen, voelde ik me daar niet in thuis. Dus dat heb ik niet gedaan. En toen zei mijn man, ja, dat nu, toen zei ik, nu is het over. Toen zei mijn man, nou, ze komen nog wel een keer bij je terug. En ze kwamen bij me terug toen kabinet Balkenende 2, toen de onderhandelingen tussen CDA en VVD en D66 weer begonnen. En de LPF er natuurlijk helemaal uit was in die tijd. Ja, je bent zichtbaar. Mensen hebben gezien wat je hebt gedaan. Of althans, hebben daar een beeld van. En ja, zo kom je ook in beeld. Ik was niet een echte partijtijger, om het zo maar te zeggen, voor de VVD. Dus het zat heel erg aan voor de, vanuit de partij gezien, aan de buitenkant. Ja. Zo, andere functies, wat u ook zegt, maatschappelijk middenveld. Mijn laatste 2 functies voor het ministerschap was natuurlijk algemeen directeur bij de Algemene Werkgeversvereniging. Mm-hmm. En directeur van de Nederlandse Vereniging Ondernemers in de Bouw en Nijverheid, midden- en kleinbedrijf. Ja. Dat waren echt natuurlijk de middenveldfuncties. Waar je natuurlijk enorm veel kennis op doet van alle circuits. Ik zat in het algemeen bestuur van VNO-NCW. Mm-hmm. Ja, dan heb je het vanuit de werkgeversinvalshoek natuurlijk bezie je de wereld en de ontwikkelingen en ook het kabinetsbeleid. Nee, niet eens zo lang hoor. Ik geloof nog geen 10 jaar. Ik ben later pas lid geworden. Ik heb toen een aantal zaken gedaan, met name voor de vrouwen in de VVD. Ja. Ik heb heel veel gedaan voor het thema doorstroming van vrouwen. Mm-hmm. En dat vond ik in dat opzicht ook belangrijk om dat te doen. Maar ik was niet echt een grote partijtijger naar de grote congressen. Het is eigenlijk een heel merkwaardige search, kun je zeggen. Hè? Als je kijkt naar de executive search die je normaal niet hebt bij toch bepaalde hoge posities hebt. Maar je krijgt een telefoontje om langs te komen, om het te bespreken. Toen wist ik van de eerste keer, dacht ik, nu weet ik wel precies wat ik zou willen, welke 2 departementen. Dus ik heb toen ingezet op Verkeer en Waterstaat, toen nog zo geheten, of VROM. Ja. Ik kreeg, dat vind ik wel een aardige anekdote, ik kreeg van mijn man de opdracht mee, je komt niet thuis met integratie. Want dat is zo'n lastige portefeuille, daar kun je bijna geen goed aan doen. En daar zijn we nog zo aan het begin van de ontwikkeling van beleid. Dus dat had ik goed in mijn oren geknoopt. Natuurlijk word je daar ook even voor gepolst, maar daar heb ik van gezegd, nee, ik wil echt deze 2 vakdepartementen. En toen was Verkeer en Waterstaat al vergeven aan de CDA, daar kwam Carla Peijs, ja. Die ik heel goed kende overigens. Dat is al imponerend, hè? Dat is, misschien is dat nu normaler, maar ik vond het heel imponerend. Je bent ook geplaceerd. Het is niet zo dat je free seating hebt, om het zo maar te zeggen. Dus je wordt geplaceerd. En dat is ook wel bepalend in waar je zit. Ook wat betreft de communicatielijnen, zoals dat in iedere groepsdynamica gaat, is het daar ook. En dat is niet helemaal van tevoren doordacht, maar toch wel een beetje. Daar heeft de secretaris van de ministerraad een belangrijke C in. Die is Marianne Hoordijk. Die heeft dat al zo vaak meegemaakt. Dus die kent ook wel hoe de ontwikkelingen lopen. Mm-hmm. En ik zat als aan deze kant. De minister-president zat en de beide vice-minister-presidenten zat op de kop. Zat Kees Veerman, dan kwam ik, dan kwam Carla Peijs en dan kwam Hans Hogevorst. En dan, nou ja, zo. En dan Piet Hein Donner, Maria van der Hoeven. Gerrit Salomon, die zit, financiën zitten recht tegenover. Ik weet niet of het nu nog zo is. Mm-hmm. Zit recht tegenover de minister-president. Ja. En dat was natuurlijk altijd een hele belangrijke lijn. En daarna kwamen de andere departementen, zoals onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse zaken niet te vergeten en binnenlandse zaken.
Bij ons was het een normale procedure, voorbereiding, vakinhoudelijke voorbereiding op je departement. Dan komt het in de onderraden, dan gaat het wel of niet door. Mm-hmm. En dan komt het in de ministerraad. En bij ons was het toch altijd wel een inhoudelijke discussie. Ja. En ik vind zelf dat dat heel belangrijk is. Als dat weggenomen wordt, omdat dat verschuift binnen coalities, wat er nu kennelijk is gebeurd, dan komt er een andere dynamiek tot stand. Dat vind ik wel heel jammer. Want je moet het niet alleen hebben vanuit je politieke overtuiging. Je moet het ook hebben vanuit de inhoud in die mix van die politieke overtuiging die er is. En daarnaast natuurlijk je haalbaarheid. Ja. Ik heb op de agenda gezet het huurbeleid. Dat stond echt niet in het regeerakkoord. Maar daar liep ik tegenaan in de sfeer van, ja, wat is dit nou voor merkwaardig? Zeg, waarom zou ik als minister de huur moeten bepalen? De minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt toch ook niet de prijs van de auto's, zei ik altijd. Mm-hmm. Hoe gaan we daar nou mee om? Maar daar zit dan een hele geschiedenis aan. Juist vanuit de sociale volkshuisvesting. Die wel te begrijpen is, maar waar ik toch wat meer ruimte en ontwikkeling in wilde hebben. Nou, dat zijn zaken die je echt heel goed moet voorbereiden en dan in de ministerraad toch ook wel moet verdedigen. Ja. En dat gaat soms niet in één keer, soms moet je nog een keer terug. Mm-hmm. Om het nog een keer eens met een aantal collega's bijvoorbeeld te bespreken. Door toch ook wel eerst ook in de Tweede Kamer te sonderen hoe de partijen daar tegenover zouden staan. Mm-hmm. En kijk, Henk Kamp had natuurlijk 3 maanden op het ministerie van Vrom gezeten voor in Balkenende 1. Voordat hij naar Defensie ging. Mm-hmm. En Henk Kamp is een alleslezer en kenner. Dus dat was een hele goede sparringpartner eigenlijk. Mm, ja. En toch ook nog eens een rondje langs ministers die bijvoorbeeld Johan Remkes, die ook al op Vrom had gezeten. Mm-hmm. Gewoon om ons te polsen hoe dat nou ging. Maar vooral vind ik altijd, vergeet je belangenorganisaties niet. Dus ga naar EDES haal een aantal belangrijke directeuren van woningcorporaties aan tafel. Ja. En praat met het veld. Ja. Als er iets gebeurt, wat je heel vaak ziet, is dat de politiek vanuit, zal ik maar zeggen, Den Haag of andere plaatsen bepaalt. Maar niet de verbinding heeft gelegd naar het veld. Ja. Ik vind dat eigenlijk een omissie, omdat je niet hebt getoetst op welke manier het kan landen of geaccepteerd kan zijn. Mm-hmm. Ja. Ja, dus ook in, dus even een zijpad, maar bijvoorbeeld in bouwregelgeving. Ik kreeg een voorstel in het begin en toen vroeg ik aan de mensen, aan mijn staf, is dit besproken met de bouwondernemers? Zei ze, nou nee, want van uw voorganger, meneer Pronk, mochten wij niet met het bedrijfsleven praten. Ik zeg, nou, de opgave van Dekker is altijd eerst wel praten. Ja. Je hoeft er niet mee eens te zijn, maar je moet tenminste weten wat er speelt of wat de haalbaarheid is van een aantal zaken. Nee, eigenlijk vond ik de partijkleur eigenlijk veel meer ondergeschikt. Mm. Het ging veel meer om de inhoud. En dat was de reden dat ik heel snel met Carla Peijs had afgesproken. Omdat onze departementen natuurlijk elkaar heel veel raakten. Ja, de ruimtelijke ordening of de hele de infrastructuuropgave, de grote projecten. Wij hadden afgesproken, als er nou iets gebeurt, als jij een nota van mij krijgt en ik heb daar geen akkoord op gegeven, dan sturen we hem terug. Dus dat deden we ook. Dus dat was in 3 weken tijd was het voor elkaar. Ja. Dus een paar keer gezegd, is het afgestemd met Verkeer en Waterstaat? Nee. Nou, terug. Die zien nog niet rijp. En kijk, kom je altijd op een gesprek, waarom niet? En dan krijg je vanzelf wel de hiccups, krijg je op tafel. Hè? Ja. Ja. Maar, en dat was, daarmee was dat, het was enerzijds een opgave om dat toch voor elkaar te krijgen. En twee, erachter te komen wat er nou precies dieper in die departementen gaande was. Ja. Waarom het zo was. Ja. Nou, dat kan best een reden hebben dat men soms een onderwerp heeft gehad waar men een ruzie over heeft gehad. Of waar men niet erkend heeft. Of dat wat de ander zijn capaciteit of zijn voor is. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd was het ook wel ontzettend leuk. Want wij hadden echt iets over, nou, zo gaat het toch echt gebeuren, dames en heren. Ja. Ja, kijk,
voor de ruimtelijke ordening, ik heb altijd gezegd, het is niet alleen ordenen, maar het is ook ontwikkelen. Mm-hmm. Dus het kan niet zo zijn dat je alleen maar vanuit de blauwdruk spreekt om te zeggen, zo moet het gaan en zo is het ingedeeld. Mm-hmm. Daar horen de mede-overheden of lagere overheden, de mede-overheden, provincies en gemeenten bij betrokken te zijn. Maar niet de decentralisatie, heb ik altijd voorgestaan, die er nu is. Mm-hmm. Maar er is altijd een nationaal kader. En dat nationale kader, wordt meegenomen ook in de provinciale afweging. Ook in de gemeentelijke afweging. Zodat je die verbinding hebt van het nationale niveau naar provinciale en gemeentelijk of regionaal niveau. Dat is echt iets anders dan de decentralisatie die nu helemaal naar de andere kant ligt. Ik vind één een fout, omdat men toen heeft gedacht dat het wel zonder kon. Terwijl men meer het politieke moment heeft benut en heeft, toch als statement heeft gebruikt, dan dat het inhoudelijk is beoordeeld. Mm-hmm. Er is nu weer een grote roep om ook front terug te halen, ruimtelijke ordening, maar vooral wonen. Ja. Je kunt niet zonder nationale coördinatie, is mijn opvatting. Ja. En je nationale coördinatie betekent niet dat je, of kaderstelling, betekent niet dat jij het alleen bepaalt. Nee, de ontwikkeling en de positionering doe je samen met de anderen. Er moet gewoon een basis zijn waarop mensen ook kunnen toetsen. Mm-hmm. En dat is een ruimtelijke ontwikkeling of ruimtelijke ordening ook. Dus ik zou ervoor zijn om het wel heel nadrukkelijk te identificeren, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Waardoor je toch ook de erkenning hebt dat dat gebeurt. Misschien kun je een variant bedenken dat de departementen gewoon overeind blijven, maar dan moet je wel een politiek bestuurlijke of een minister daarvoor aanwijzen. Ja. Dat maakt het makkelijker. Ja. Je weet eigenlijk hoe het werkt. Hmm. Dat maakt het enorm veel makkelijker. Je weet hoe de lijnen lopen, hoe dat werkt, waar de besluitvorming besluiten is. Dus in plaats van dat je er deel van bent, sta je er nu boven, politiek, bestuurlijk boven en toch mee. En dan weet je ook waar je natuurlijk met de besturing, Marjan Sint was mijn SG, nou die hebben jullie ook al geïnterviewd. Dat is natuurlijk heel belangrijk dat je een hele goede verbinding hebt met je SG en haar staf, directe staf. Dus het maakt het voor mij veel makkelijker. Wat ik altijd een punt vind en vond is de openbaarheid. Dus zodra je in de Kamer zit, een AO, ik wist helemaal niet wat een AO was, dan word je wel geïnformeerd. Maar toch, dan is het openbaar. Dan zit de pers erbij en de Tweede Kamerleden zitten erbij. Mm. En je eigen staf naast je. Maar je moet het op dat moment wel doen. En het feit, je moet het in één keer goed doen. Ja. Je kunt eigenlijk niet missen. Ja. En als je een beetje aarzelt, is dat ook al een feit. En als je het niet goed doet, is het ook al een feit. En zoals laatst het Carola Schouten het gewoon even te machtig wordt. En je tranen zijn ook een feit, zal ik maar zeggen. Ja. Dus, maar ik moet zeggen dat ik vond het, dat vond ik altijd wel heel, heel spannend. Je bent afhankelijk als minister van een kleine staf om je heen. Je secretariaat, nou, waren echt fantastische mensen. Mm-hmm. Die Richard van der Born en zijn collega. Echt geweldig, maar die kenden de klappen van de zweep. Hmm. En dat scheelt. Die wisten precies hoe het tempo, de voorbereiding voor de ministerraad, stukken, de afwerking van zaken, noem maar op. Ja, ik denk dat zo'n ambtelijke organisatie, als het goed is, zet die zich op de inhoud. Wat je nu natuurlijk ziet, is dat de top heel snel wisselt na 4 jaar. Dat laatste vind ik niet zo'n goed idee. Want bepaalde dossiers zijn natuurlijk niet in 4 jaar tot een eind. En dan is de kennis die men heeft in het ene ministerie is misschien in zijn algemeenheid wel toepasbaar op het andere. Maar het vakgebied wat je voor op het andere ministerie wat vereist is, en dat op een aantal zaken is dat echt zo.
Ik bedoel, bij Rijkswaterstaat heb je gewoon technuiten nodig. Die het echt weten. Vorig jaar heb ik de Zuidasdok geanalyseerd. Mm-hmm. Als, zoals het heet, gezaghebbend derde nog eens een hele analyse gemaakt van nut en noodzaak. Daar heb je gewoon vakmensen voor nodig. Mm. Ja. En dat kun je niet alleen maar met economen of bestuurskundigen. Dus je moet zoeken naar de mix. Mm-hmm. En ik denk dat we dat goed in het oog moeten houden, ook voor het succes van een aantal grote projecten die we in de gaten hebben. Was het nog niet zo nadrukkelijk hoor, was dat nog niet zo nadrukkelijk dan dat het nu is? Ik had bijvoorbeeld een hele goede DG die al heel lang in het vakgebied van Annette Bertram, die nu DG Rijksgebouwdienst is, hè. Maar die kende het vakgebied van de volkshuisvesting helemaal. Die kende de corporaties, die kende EDES. Dus dat was een ongelofelijke goede sparringpartner eigenlijk, een goede partij. Ook, en ook haar directeuren kenden gewoon de zaken daarvan. En wij hadden een organisatie opgezet. Ik had een organisatie met ook accountmanagers in het land. Hmm. Dus niet alleen van bovenaf, maar ook wat gebeurde er in het land zelf, bij bepaalde steden. En ik ging daar ook op werkbezoek om gewoon met de verantwoordelijke wethouders ook te spreken over de voortgang van een aantal bouwprojecten. Hmm. Of waarom heeft men vergunningen afgegeven en waarom gebeurt er niks? Hmm. Wat is dan de betekenis van die vergunning? He, zo, en dan maakte ik ook afspraken mee. Dat kun je dus ook doen als coördinerend, als minister. He, terwijl als je het helemaal nog even op die decentralisatie is, decentraliseert, dan kun je niet veel minder dwingend kun je hierover spreken. Natuurlijk moet je het uit overtuiging doen. Maar je moet gewoon zicht hebben op wat er gebeurt en wat er kan gebeuren. De opgave nu voor 10 miljoen of 1 miljoen woningen. Nou, dat mag je wel heel goed inrichten. Ja, en daar heb je de mensen uit de regio voor nodig. Ik heb altijd ervaren dat je leidinggevende ervaring ongelooflijk belangrijk is geweest. Je weet hoe het werkt. Je weet wat de processen zijn die in organisaties spelen. Je bent niet de hiërarchieke leidinggevende. Dat zijn de DG's of de DG's en de directeuren. Maar je bent wel de politiek bestuurder. Ja. En men noemde mij wel de politiek manager. Was soms de vraag van, met name van de kant van de communicatie, ben je nu een echte politicus? Zei ik, nou nee, dat geloof ik niet. Maar ik ben wel de politicus, maar ik manage ook. Ik wil gewoon weten wat er gewoon op tafel komt. Hmm. En daar moet je je SG en je DG's natuurlijk ook wel zo over mee in de slag. En dat doe je met je staf overleg. Ja. En ik sprak ook zaken af. Ja. Toch wel, het moet wel een resultaat hebben en niet alleen maar een mooie omschrijving. In het begin ben je ook zoekende naar de verhoudingen en naar je SG en naar met je team om je heen. Ik moet zeggen, Marianne Sint is echt een hele goede SG geweest. Die ook de goede analyses kon maken en haar staf eromheen, ook bureau SG, dat was... Ja, prima organisatie. Ja, ook een groei toch voor jonge mensen die erin zaten. Dat vond ik ook altijd ontzettend leuk. Ja. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk een hele moeilijke tijd gehad midden in mijn ministerschap, omdat mijn man overleed. En daar hebben ze me ook ongelooflijk in ondersteund. Echt geweldig. Daar kun je wel alleen doorkomen, maar met steun kom je er beter door. En je staat onmiddellijk in de kijker, om het zo maar te zeggen. Nee, dat heb ik heel goed gedaan. Echt. Het hoort eigenlijk niet, verdriet. Mm-hmm. Maar mijn opvatting is altijd geweest dat je kunt het persoonlijke en het publieke is heel moeilijk te combineren. Ik heb dat ook een keer tegen in een speech gezegd waar toen nog prinses Maxima bij was. Die toen haar zus... of haar vader mm-hmm. verloor. Ja, je moet toch door. En daar kunnen mensen uitsluitend alleen maar begrip voor hebben. Maar je hebt de opdracht om door te gaan. Dat is niet altijd heel makkelijk. Mm-hmm. En mensen vinden het ook moeilijk.
Want al is het alleen al moeilijk als iemand een verlies heeft, dan is het zeker moeilijk als die persoon ook nog een publiek hoog persoon is. Mm-hmm. Dat vinden mensen moeilijk. En dat snap ik wel. En soms, zeker in het begin, ben je toch een beetje zoekend naar de steun. Of het ene begrip, of het ene woordje wat dan gezegd wordt. Mm-hmm. Dus daar, dat... Maar ik moet zeggen, toen was de voorzitter van de commissie volkshuisvesting, was een CDA'er. En die heeft het toen heel goed gedaan. Die heeft toen, ik ging al heel snel weer aan de slag. En toen had ik ook een AO. En toen had hij georganiseerd dat ik van tevoren in een soort informeel overleg met de commissie even kon spreken. Mm-hmm. Nou, dat heeft heel veel goed gedaan. Daarmee kon ik die openbaarheid ook natuurlijk veel beter aan. Ja. Ja. Maar makkelijk is het nooit. Dat vind ik echt heel flauw. Ik vond het... Ik ben het daar ook niet mee eens. Mm-hmm. Ik vond het een ontzettend leuke job. Zeer fascinerend. Ik ben heel blij dat ik het heb kunnen doen. Ik heb toen zelf besloten af te treden vanwege de Schipholbrand. Dat was ook, het was afschuwelijk. Laat ik dat zeggen, ik stond net voor een half jaar waar ik allerlei dingen binnen zou kunnen halen. Was helemaal gepland, maar goed, dat ging niet door. Ik vind in die tussentijd, je bent ook bevoorrecht. Je ontmoet heel veel mensen, andere mensen. Je ontmoet, je leert andere organisaties kennen. Ik ben altijd iemand geweest die altijd werkbezoeken heeft gebracht. Ik had een 56 wijk, ik heb ze allemaal bezocht. Ik ben er overal geweest. En dan leer je ook het land kennen. Voor de ruimte, heel veel op werkbezoek geweest. Dus inhoudelijk is het zeer aantrekkelijk, maar dat moet je dus verstaan. Dat is niet niks. Mm-hmm. Twee, het lage salaris klopt. Het staat niet in verhouding tot één, het maatschappelijke risico wat je loopt. Mm-hmm. Dat vergeten veel mensen, maar dat is natuurlijk wel zo. En ik ging gewoon, ik had natuurlijk naast mijn werk en naast mijn commissariaten die ik had, heb je een heel mooi inkomen. Ja, dat is over. Mijn standpunt is altijd geweest, daar klaag je één keer over en dan is het klaar. Want anders had je het niet hoeven te doen. Ja. Dus het lage salaris klopt. En het profiel van geslaagde zakenvrouw, ach, denk ik dan, ja. Ik heb een hartstikke mooie tijd gehad in de zakenwereld. Ik had minister geweest, ik heb het niet kunnen afronden. Het is zo, heb ik daarna schade ondervonden om geen mooie andere functies te krijgen. Integendeel. We willen toch niet weten hoe dat is geweest voor die mensen. Ja. Dus het was vreselijk. Het was echt vreselijk. Dus toen heb ik direct gedacht... kijk, er is maar één die de beslissing kan nemen, dat ben ik. Ik laat me niet wegsturen door de Tweede Kamer omdat ik hen wil overtuigen. Ik vind dat dit veel te veel is. Ik neem mijn verantwoordelijkheid en zo zal ik er ook uitgaan. Dus kijk, mijn man zei altijd... Die toen helaas was overleden, maar die zei ooit, toen ik werd beëdigd, heeft hij ooit tegen me gezegd, je bent onafhankelijk en je gaat er onafhankelijk uit, wat er ook gebeurt. En dat had ik in mijn hoofd. En ik dacht, ja, zo moet het ook gewoon. Je moet dan vanuit je overtuiging en onafhankelijkheid toch ook een keuze maken. Nou ja, dat is natuurlijk heel cool en kil, want het was op een donderdag. En ik ben, daarna was er een BPO, daar ben ik nog naartoe gegaan, maar eigenlijk, ja, je staat al buiten. Mm. Weg is weg. Weg is weg. Ja, weg is weg. En dat is ook terecht. Het is hard, maar zo is het. Zo is het. Mm. En het is een hard vak. Nou, ik moet zeggen, daar ben ik naar teruggegaan en daar was echt gewoon een warm bad van mensen om me heen om nog even afscheid te nemen. En dat heb ik daarna, de dag daarna of het weekend of zo, ben ik samen met mijn secretariaat, heb ik nog dingen opgeruimd. Ja, en dan moet je gewoon plaats maken.
Ja. Dat is ook terecht. Maar je formele overdracht is er nee. natuurlijk niet. Nee. Dat gebeurt wel bij een echte formeel als er een nieuw kabinet komt. Ja. Dan tekent de ene minister, dus Henk Kamp tekende ja. en ik tekende voor de overdracht. Ja. En ik tekende voor het overnemen van de verantwoordelijkheid. Ja, ja dat, dan is het wel. Maar in zo'n situatie van aftreden is er natuurlijk niet. Nee. Want ja, je staat gewoon in één keer buiten. Ja, maar goed, dat hebben velen. Dus het is toch wel bijzonder om die titel te krijgen en die erkenning. Mm. En wat ik ook ontzettend belangrijk vond, dat ik daarmee toch ook... Daarmee werd onderstreept dat alles wat ik voor de ontwikkeling van vrouwen heb gedaan en nog... op die manier ook indirect werd erkend. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar er is een periode geweest dat het heel lastig was. Dat is het nog. Hmm. Nederland is niet echt heel erg, ja, hoe moet ik het zeggen, welwillend en begrijpend. Laat ik het zo maar even zeggen. Daarom heb ik toen ook dat charter bedacht voor bedrijven bij Talent naar de Top, die dat ondertekenen en die dus zichzelf committeerden om verder te komen. Dat was ontzettend leuk. Maar je ziet wel dat het krijgt nu effect. Maar het is niet vanzelfsprekend. Nog steeds niet. Dus het is ook voor jonge vrouwen, ze nog steeds moeten leren dat je er toch voor moet gaan. En dat je ook de valkuilen moet kennen. In een toch wat overwegend masculine cultuur die er is. Dus ja, je moet ervoor gaan. En het is, kijk, jullie generatie heeft natuurlijk, vinden het veel vanzelfsprekender. Maar niet alle mensen in de top. Alle mannen in de top vinden het nog steeds vanzelfsprekend. 1. Zorg dat de inhoud, dus de portefeuille die je krijgt, zorg dat die bij je past. En dat als je in een totaal nieuw veld stapt, heb je langere aanlooptijd nodig. Dus als je een portefeuille hebt die bij je past en enige ervaring in hebt, dan scheelt dat enorm. Zorg ook dat je die afweging goed maakt, maar zeg niet bij voorbaat nee. Zeg niet bij voorbaat nee, want dat zou echt zonde zijn. Je staat niet voor niets op zo'n lijstje, want zo werkt het natuurlijk. Dus en daarnaast weet welke, als je weet hoe het werkt in een ministerie, is het natuurlijk echt heel prettig. Maar dat kun je ook leren. Mm-hmm. En ik denk dat het alleen maar goed is dat je dan de stap naar voren durft te zetten. Ik realiseer me heel goed dat in deze tijd de kritiek ook via social media veel sterker is dan in mijn periode. Dat was er gewoon niet. Ja, die social media, dat kwam een beetje op, maar echt tellen deed het niet. Dus ik denk dat die omgeving veel lastiger is en veel zwaarder daarmee ook. Mm-hmm. Maar er zijn tegenwoordig ook goede mensen die je daarmee op weg kunnen helpen. Hè, of voor jezelf kunnen afschermen. Mm-hmm. En zorg dat je als je ervoor kiest, in ieder geval ook wel niet alleen de inhoud kent, maar ook de processen die daaromheen zitten. Mm-hmm. Dus ook de bestuurlijke kant, hè, waar we mee begonnen. Ook de mede-overheden waar je altijd mee moet werken in dit land. Zorg dat je goed geïnformeerd bent, dat je niet te snel iets wil of wil overbrengen. Ja. Maar dat je gedegen achtergrond hebt. Of goed onderzocht of hebt laten onderzoeken. Niet te snel, maar wel duidelijk. Ik denk dat je daarmee ongelooflijk ver komt. En ik ben ervan overtuigd dat er geweldige talenten zitten.